Met de benoeming van Rachel Kolff-Deyra als nieuwe Chief Financial Officer zet de Surinaamse luchtvaartmaatschappij het traject van herstructurering voort. Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie zei op de algemene vergadering van aandeelhouders vandaag dat de regering bezig is de luchtvaartsector klaar te maken voor de toekomst. Alvorens Rachel Kolff-Deyra benoemd kon worden, trad ze terug als president-commissaris van de SLM. Met de benoeming komt er een eind aan het dienstverband van Steve Silos, die voorheen CFO was. Faisal Baren zal voorlopig waarnemen als president-commissaris.